RTL kunnen we binnenkort een oude bekende verwelkomen. Nou, ik vind dat zo leuk. Mirna Goossen komt terug. Heeft natuurlijk, eerst is ze naar Omroep Max gegaan. En toen deed ze naar een soort koffietijd. Dat is gestopt. Toen zei ze, ik wil niet meer op tv. Maar ze gaat terugkomen vanaf oktober. Een programma over wedding plannen. Dus het wordt een programma wat ik heel leuk bedacht vind eigenlijk. Om te kijken, nou, wat kun je aan een hotel uitzoeken waar je een feest geeft of waar je slaapt. En wat kun je met eten doen? Wat kun je met jurken doen? Nou, van alles en nog wat. En zij gaat eigenlijk als een soort ambassadeur van een bepaalde hotelgroep. Gaat ze eigenlijk mensen steeds wijzen dat dit is een mooie suite en dat is een mooie suite. En ze heeft er zin in. En ik kan je vertellen, de bruidssuite is absoluut een plaatje. In het programma De Wedding Planner, dat gepresenteerd wordt door Kevin Brouwer, laat ik bruidsparen in spe de mooie locaties, de officiële trouwlocaties zien. Ik neem ze wel even meteen mee naar de locatie waar straks het jaar wordt. Wij lopen gelijk met je mee. Ja? Nou, het kriebelt mij met name om mensen te inspireren om lekker dagjes uit in Nederland te gaan ondernemen. Waar het dan ook uitgezonden wordt. Ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Het is mij te doen om de communicatie van mensen geniet van het leven. Nou, leuk. Dat is wel leuk. Dit is van de Fletcher Group gaat ze dat doen. Dat is van die toren, ja, dat langs, ik de nou Pisa-toren. Ja, die prachtige toren langs de A2. Met die mooie bollen. Heel veel hotels. En dat zal ook wel een bruidsuite hebben. Meer naar weet dat. Met mooi uitzicht, weet ik toevallig.